cursus van ESGpedia. Dit is een hele basale cursus, een introductie tot het ESG. Ik ben Jonas de Jong, ik ben cardioloog in het AMC en ik ben oprichter van ESGpedia. Als je meer vragen hebt en wat dieper wil ingaan op onderwerpen, dan moet je uiteraard op de website kijken, esgpedia.org. Een website gemaakt door de non-profit stichting Cardio Networks. Alle informatie van deze cursus is daarop te vinden en ook meer verdieping, want we gaan uiteraard nu niet heel diep in op de onderwerpen. We beginnen met de basics van het ECG. Waarom moet je überhaupt iets weten van ECG's? De meeste ECG's in de kliniek die worden gemaakt ter uitsluiting van hartziektes. Dus bijvoorbeeld de preoperatieve screening. Ook wordt het vaak gebruikt om bijvoorbeeld chronische hartziekten aan te tonen, zoals linkerventrikelhypertrofie. Dat is bij huisartsen vaak een reden om een ECG te maken, om die patiënten hebben met hypertensie en dan kijken of ze ook linkerventrikelhypertrofie hebben, wat geassocieerd is met een slechtere prognose. In de diagnose van een acuut hartinfarct is het ECG van essentieel belang. Dan moet je beslissen, moet ik deze patiënt aan de interventiecardioloog voorstellen voor een acute interventie? Of is deze pijn op de borst misschien helemaal niet cardiaal? In dat beslissingsmoment kan een ECG van cruciaal belang zijn. Ritmestoornissen zijn eigenlijk alleen maar goed met een hartritmeregistratie en dus een ECG vast te stellen. En dan gaat het om beslissingen zoals bij iemand die collabeert. Moet je defibrilleren of niet? Iemand die hartkloppingen heeft, wat is daar de oorzaak van? Zijn het onschuldige boezemextrasystolen? Is er sprake van boezemfibrilleren of zijn het kamerritmestoornissen? Een steeds toenemende bron van aanvragen voor ECG's zijn in het kader van medicijngebruik, waarbij QT-verlengende medicatie met name alleen gegeven kan worden aan patiënten die niet al een verlengde QT-tijd hebben. En daarvoor worden tegenwoordig ook steeds vaker ECG's gemaakt. Ja, je merkt dat je op heel veel vakgebieden kom je ECG's dus tegen. Ja, en om nou een beetje houvast te geven aan hoe je een ECG moet beoordelen, zullen we systematisch doorheen gaan. En eerst nog even wat grondbeginselen uitleggen van wat is het nou die registratie die je ziet. En wat moet je daarmee? Nou, de ECG is een registratie van de activiteit van het hart. Het eerste wat je ziet is de P-top, de boezemactiviteit. Dus dat is de elektrische registratie van de activatie van de atria, de boezems van het hart. Dan zie je het QRS-complex. Dat is de activatie van de ventrikels, de depolarisatie van de ventrikels. En dan zie je de T-golf of de herstelgolf. Dat is de repolarisatie van de ventrikels van het hart, van de kamers. Het QRS-complex en ST-segment, het heeft die bepaalde vorm, omdat het een optelsom is van elektrische activiteit van de miljarden cardiomyocyten die in het hart zitten. Die cardiomyocyten die hebben ieder voor zich een actiepotentiaal, die ziet er ongeveer zo uit, met een plateaufase. Maar je ziet dat op het oppervlakte ECG dat op dat moment er geen uitslag is van het elektrische signaal. Dat komt omdat op het moment dat het hele hart gedepolariseerd is en in de repolarisatiefase verkeert, er geen verschil is tussen al die hartcellen en er dus ook geen uitslag is op het oppervlakte ECG. Daarentegen in de beginfase is er wel een verschil dat de apicale en endocardiale segmenten van de linkerhartkamer en linker- en rechterhartkamer ietsje eerder actief worden dan de epicardiale en meer basale segmenten. En daardoor ontstaat het karakteristieke QRS-complex. En ook bij de T-top is iets wat ontstaat doordat er kleine verschillen zijn tussen de apicale en basale activatie van de hartkamers. Het elektrisch signaal dat verspreidt zich door het hart, doordat er in de sinusknoop een groep hartcellen is die spontaan vuren. Dat elektrisch signaal gaat via de boezemweefsels naar de AV-knoop.
Dat is een schakelstation tussen de boezems, de atria en de ventrikels, de kamers. Dan gaat het via het geleidingsweefsel, de bundel van His, naar de linker en rechter bundeltak. En vervolgens naar Purkinje-vezels en naar de individuele cardiomyocyten. Eigenlijk zien als een camera die vanuit dat standpunt naar het hart kijkt. En zo zie je dat die elektroden dus niet een soort willekeurige groep zijn, maar je moet dat zien als setjes die bij elkaar horen. Zo heb je de laterale elektrodes, 1 en AVL, maar ook V5 en V6, die kijken van de linkerhartkant naar het hart. En je hebt 2, 3 en AVF, dat zijn de onderwands elektrodes, die kijken van de onderkant naar het hart. Nou is het met name van belang om te onthouden dat de afleiding 2 vanaf het linkerbeen naar het hart kijkt. Dat is onderdeel van de originele driehoek van Eindhoven. AVR die kijkt vanuit de rechterarm naar het hart en die ziet eigenlijk alle elektrische activiteit van zich afgaan. Dan heb je V1 tot en met V6. Dit zijn dus de voorwands elektrodes. En die kijken naar verschillende delen van de linkerhartkamer met name. En je ziet iemand die op zijn rug met zijn voeten naar je toe ligt. Hier zie je de linkerhartkamer. En je ziet V1, V2, die kijken met name naar het septum van het linkerhart. V3, V4 anterior naar de linkerhartkamer. En V5, V6 lateraal naar de linkerhartkamer. Met name links, omdat de linkerhartkamer veel dikker is en veel meer elektrische activiteit heeft dan de rechterhartkamer. En als het elektrische signaal naar je toe komt, dan is per definitie, geeft dat een positieve uitslag op het ECG. En dan noemen we, en spreken we ook van een positief complex. En dus als het oppervlakte van het positieve deel groter is dan eventuele negatieve deel, dan heet het een positief complex. Als het positieve en negatieve deel even groot zijn, dan heet dat een isoelektrisch complex. Dat wil zeggen dat het elektrische signaal dwars op jouw kijkrichting zich verplaatst. En bij een negatief complex gaat het elektrisch signaal van je af. En dat is een heel belangrijk concept om later het ECG ook te kunnen begrijpen. Ja, op het ECG zijn die verschillende signalen in een meer alfabetische dan anatomische volgorde uitgeschreven. En je ziet hier dat je een beetje moet zoeken om de ECG-signalen bij elkaar te zoeken die bij elkaar horen. Dus 1, AVL, V5, V6. Dat zijn de laterale afleidingen die bij elkaar horen. Die staan dus niet bij elkaar op het ECG. 2, 3 en AVF, dat zijn de inferior afleidingen, die horen ook bij elkaar. En je ziet hier de septale anteriore afleidingen. Hier zie je een animatie van de activatie van het hart. Het mooie paprika hart. Hier zie je als eerste dat de sinusknoop actief wordt. Dan gaat dat signaal via het boezemweefsel naar de AV-knoop. Dan springt het eigenlijk hier naar het septum. Het septum wordt van links naar rechts geactiveerd. En dan de linkerhartkamer. En dan als laatste de basale delen van het hart. Nou, als je dat even vertraagd bekijkt, dan zie je hier dus de boezem activeren. En hier op het oppervlakte ECG, als je vanaf afleiding 2 naar het hart kijkt, dan kijk je dus vanaf het linkerbeen naar het hart. En dan zie je de elektrische activiteit dus naar je toe komen. Dan zie je hier een positieve P-top ontstaan op het oppervlakte ECG. En vervolgens activeert de AV-knoop. Heb je enige vertraging in het elektrische signaal. Dus tussen de P-top en het QRS-complex, de kameractivatie. Het eerstvolgende deel, dan springt het elektrisch signaal eigenlijk, slaat een stukje over en springt hier naar de linkerkant van het septum. Het septum wordt dan van links naar rechts geactiveerd. En ook de apex van de linkerkamer, dat zijn de eerste delen die vervolgens geactiveerd raken. Omdat het septum van links naar rechts activeert, zie je het elektrische signaal hier, kijkend vanaf afleiding 2, vanaf het linkerbeen, van je afgaan. En dus een kleine Q ontstaan op het ECG. Nou, vervolgens dan
activeert de linkerhartkamer. Die is veel dikker dan de rechterhartkamer. Dus het elektrische signaal gaat voornamelijk naar je toe als je vanaf afleiding 2 kijkt. En je ziet dus op het oppervlakte-ECG een enorme piek van de R-golf van het QRS-complex ontstaan. En als allerlaatste activeren de basale delen van het hart, dan zie je weer een S-je op het oppervlakte-ECG ontstaan. En dit even over hoe het signaal wat je ziet tot stand komt. De volgende stap in de kliniek is om systematisch het ECG te beoordelen en zorgen dat je geen stappen overslaat. En het komt heel vaak voor in de praktijk dat je gehaast een ECG bekijkt en dat je wil zien dat, dat er wel of geen hartinfarct is. En dan ben je heel erg blij van ik heb een onderwandinfarct heb je herkend, wat op zich dan natuurlijk ook heel knap is. Maar dan mis je bijvoorbeeld dat er een totaal AV-blok is en dat misschien wel een P-straat nodig is ter overbrugging naar een behandeling van het infarct. En dat soort dingen maken dat het heel belangrijk is om systematisch het ECG te beoordelen. En er zijn verschillende systematieken om dat te doen. Wat wij veel gebruiken is dit 7 plus 2 stappenplan. En de eerste stap daarin is dat je kijkt naar het hartritme. Is het sinusritme of is het iets anders? Is het boezemfibrilleren, ventrikeltachycardie? Nou, als het dat wat anders is, dan moet je vaak ook andere stappen ondernemen. Dus daarom is dat de eerste vraag die je zelf moet stellen. De tweede stap is de hartfrequentie. Hoeveel slagen per minuut zie ik op het ECG? Dan de geleidingstijden. En dat zijn de PQ, QRS, QT-tijd, de hartas, de gemiddelde elektrische activiteit is dat. De P-top-morfologie, met name is daar de vraag, is er linker- of rechterboezemdilatatie? Dan komt de QRS-morfologie, ST-morfologie. En niet onbelangrijk, vergelijk het ECG met het vorige ECG of met een oud ECG en trek een conclusie. Maak niet alleen een opsomming, maar doe er ook wat mee. De eerste stap is het hartritme. En dan ga je kijken, is dit een normaal sinusritme of niet? Normaal sinusritme ontstaat in het dak van de rechterboezem in de sinusknoop. En dat signaal gaat dus richting naar beneden. En moet dus op het oppervlakte ECG een positieve uitslag geven in afleiding 2, in afleiding 1. In AVF verwacht je ook dat die positief is en in afleiding V1. En die kijkt eigenlijk, hier zit ongeveer V1, rechts van het sternum, van het borstbeen. En die elektrische activiteit die gaat soms nog een klein beetje dit stuk van het boezemweefsel gaat richting V1. Dus soms zie je een klein positief humpje en daarna zie je een negatieve uitslag. Dus terminaal negatief deel aan V1, dus een bifasisch P-golf in V1. Dat is onderdeel van een normale sinusritme. De vraag is, is dit normaal sinusritme wat je nu ziet? Je ziet hier QRS-complexen, maar die zijn duidelijk te herkennen. En daartussenin zie je allerlei golfjes en dat kan soms heel verwarrend werken. Dus kijk er even rustig naar wat je er zelf van denkt. Nou, het antwoord is dat het echt normaal sinusritme is. Het ECG heeft veel storing. Er zijn hele prominente T-golf en er is hier ook een U-golfje, maar er zijn ook P-golven hier die positief zijn in 1, 2 en AVF. Dat is dus compatibel met normaal sinusritme. Laat je dus niet verwarren door T- en U-golven en elektrische ruis zoals op dit ECG. Nou, is dit sinusritme? Kijk er goed naar. Is het? Je ziet QRS-complexen, dat is makkelijk. Je ziet P-golven. En zijn die P-golven positief in 1 en AVF, is nu de vraag. Ja, ze zijn positief in 1. Dus het komt uit de rechterkant van het hart, lijkt het te komen. Want het gaat naar afleiding 1 toe. Afleiding 1 kijkt tussen de linker en de rechterarm en kijkt vanaf links naar het hart. En je ziet het signaal daar naartoe gaan, dus komt het van rechts. AVF is echter negatief. Dus het komt niet uit het dak van het rechterboezem, maar het komt uit de bodem van de rechterboezem en gaat naar boven. Want het gaat vanaf
AVF, het gaat van de feet af. En dus het komt uit de bodem van de rechterboezem. Dus het is geen sinusritme, maar een boezemritme bij deze patiënt. En dat zullen we verder op leren, die ook een evident onderwandinfarct heeft. En dus ook een ischemische sinusknoop waarschijnlijk. De volgende stap is de hartfrequentie. Er zijn er verschillende methoden. Je kan de aftelmethode gebruiken, die ik hier zal uitleggen. En je kan natuurlijk een lineaaltje gebruiken. Je kan ook gewoon kijken wat er boven het ECG staat. Meestal klopt het wel wat daar staat. Maar je moet het wel kunnen controleren, want soms telt het ECG T-toppen ook, bijvoorbeeld als QRS-complexen. En kan bijvoorbeeld dubbel tellen of complexen overslaan als ze heel klein zijn. En dus je moet wel gevoel hebben voor of dat klopt wat daar staat. Nou, de basis voor het feit dat je de hartfrequentie kan afleiden aan het ECG is dat het ECG met een bepaalde snelheid gemaakt wordt. Dat is 25 mm per seconde. En op het ECG-papier is een ruitjesverdeling aangebracht. En de afspraak is dat er dikke lijntjes zijn iedere 5 mm en dunne lijntjes iedere 1 mm. Het ECG-papier ging dus oorspronkelijk met 25 mm per seconde door het apparaat. Dat betekent dat die grote hokjes 1/5 van een seconde, dus 0,2 seconden lang duren. En dat een klein hokje 0,04 seconden duurt. En dus die x-as geeft de tijd aan. De y-as is het aantal millivolts van het elektrische signaal. En dit is de standaard in Nederland overigens. In sommige andere landen wordt ook wel andere snelheden soms gebruikt. Maar dit is waar wij hem normaal op zetten. Dan heb je de aftelmethode om te kijken wat de hartfrequentie is. Dat is de makkelijkste manier als je geen lineaaltje bij de hand hebt. Nou, dan kijk je naar een QRS-complex, zoek je uit het liefst eentje die op zo'n dikke lijn valt. Dat maakt het makkelijk. En dan ga je tellen tot het volgende QRS-complex. Ja, als hier nou in de volgende dikke lijn een QRS-complex was gekomen... was de tijd tussen twee QRS-complexen en dus twee hartslagen 0,2 seconden geweest. Dan had je per seconde 5 hartslagen gehad en dan in 1 minuut, in dus 60 seconden, had je dan 300 hartslagen gehad. En dus dan was de hartfrequentie 300 per minuut geweest. Als je hier een QRS-complex weer had gezien, dan was de hartslag 150, hier 100, hier 75, hier 60 en hier 50 per minuut. En je ziet in dit voorbeeld dat de hartslag tussen de 60 en de 65, dus bijvoorbeeld iets van 68 per minuut is. En dit rijtje, 300, 150, 175, 60, 50, moet je dan even van buiten leren. Nou, wat, hier een voorbeeld, dat is hier de hartfrequentie. Nou, je ziet duidelijk QRS-complexen, hetzelfde ECG als vorige voorbeeld overigens. Tel je grote hokken. En dus je begint bij een QRS-complex, dat ligt hier in de buurt van een dikke lijn. En tel je, als het hier was geweest, 300, hier 150, hier 100, hier 75, hier 60 en hier 50. Dus hier is ongeveer boven de 50 per minuut, ongeveer 58 per minuut zal hier de hartfrequentie zijn. De volgende stap is kijken naar de geleidingstijden. En daarbij kijk je naar de PQ-tijd, het QRS-duur en de QT-tijd. De PQ-tijd geeft aan hoe lang het duurt voordat het signaal vanuit het dak van de rechterboezem en de elektrische activatie van de boezem duurt tot aan de elektrische activatie van het QRS-complex. In Nederland zeggen we PQ-interval, in Engelse literatuur over het algemeen PR-interval, maar het wordt hetzelfde mee bedoeld. Van het begin van de P-top naar het begin van het QRS-complex. En dat is de eerste uitslag vanaf de basislijn. Als die naar boven gaat, dan neem je toch dit punt. Dus je neemt nooit dit punt voor het PR-interval, maar altijd het begin van het QRS-complex. En normaal duurt dat tussen de 0,12 en 0,2 seconden. En dus dat is tussen de 3 en 5 kleine hokjes. Als het te lang duurt, dan heb je een AV-geleidingsstoornis. Als het sneller gaat, dan is er soms sprake van een extra verbinding tussen de boezems en de kamers, waardoor het signaal sneller is van de boezems in de hartkamers dan via de AV-knoop.
Volgende is kijken naar de QRS-duur. QRS-duur is hoe lang het duurt dat de kamers van het hart depolariseren. Normaal duurt dat minder dan 0,10 seconden. Als het langer dan 0,12 seconden duurt, dan is er sprake vaak van een bundeltakblok, dus een vertraging in het elektrische geleidingsweefsel van de hartkamers. Maar volgende is het QT-interval. Dat geeft aan hoe lang de repolarisatie duurt. Dus hoe lang duurt het voordat het hart weer klaar is voor de volgende hartslag. Het lastige daarvan is dat die repolarisatie frequentieafhankelijk is. Dus als het hart een lange pauze heeft tussen de hartslagen, dan neemt hij ook langer de tijd om te repolariseren. En dat maakt dat je, als je een normaalwaarde wilt toekennen aan een QT-interval, dat je het moet corrigeren voor de hartfrequentie. Dat heet dan de QTC-tijd, de gecorrigeerde QT-tijd. Ja, en die is onder de 450 tot 460 milliseconden hoort die te zijn. Ja, hoe moet je dat dan corrigeren? En dat doe je door de QT-tijd te delen door de wortel van het RR-interval. Ja, dat klinkt vervelend. Maar je moet je voorstellen dat het RR-interval, dat is dus de tijd tussen twee hartslagen. En als de hartfrequentie 60 per minuut is, dan heb je 60 slagen per 60 seconden. Dus dan is het RR-interval, de tijd tussen twee hartslagen, is 1 seconde. En de wortel van 1 is 1. Dus bij een hartslag van 60 is de QTC-tijd gelijk aan de QT-tijd. En met name dus bij hogere hartfrequenties wordt de correctiefactor sterker. En moet je dit dus uitrekenen. Ja, de computer die zal dit rekensommetje goed doen. Maar waar de computer vaak fout maakte in de berekening van de QT-tijd, is dat hij niet goed uitrekent waar het einde van de T-top is. Soms neemt hij de U-golf mee, soms neemt hij de volgende P-top mee. En daarom is het dus belangrijk om door de computer berekende QT-tijd op het ECG te controleren. En de beste manier om de QT-tijd te meten is van het begin van het QRS-complex en dan een raaklijn te trekken door de hoogste uitslag die daarna komt, dus de T-golf en niet de U-golf. Een raaklijn daar langs te trekken en waar die de basislijn raakt, het einde te bepalen van de T-top. Dus hier is het einde van de T-top. En niet hier, wat je misschien ook zou kunnen voorstellen. En dan heb je de QT-tijd en dan moet je dus met dit sommetje de QTC-tijd uitrekenen. Ja, als je geen rekenapparaatje daarvoor bij de hand hebt, dan kan je ook eyeballen. En dan kijk je of de T-top eindigt op het punt halverwege twee hartslagen. Ja, als die T-top hier eindigt voordat die punt halverwege twee hartslagen is, dan zit je waarschijnlijk in de goede range. Als je daar voorbij reikt, dan is er mogelijk sprake van een QT-verlenging. En dit geldt niet bij hoge hartfrequenties. Dus tot de 90-100 per minuut kan je deze methode toepassen. Maar bij hele lage hartfrequenties, onder de 50 en hele hoge hartfrequenties, werkt het niet. En de volgende stap is de hartas. En dus het geeft de gemiddelde elektrische activiteit aan. Dat is altijd een lastig begrip. Je moet je voorstellen dat het hart bestaat uit miljarden hartcellen en die hebben ieder een elektrische activiteit. En als je dan de gemiddelde elektrische activiteit van de hartkamers optelt, en dan krijg je een soort elektrisch signaal wat een richting heeft, een gemiddelde richting heeft. En dat is ongeveer zo. Dus zeg maar vanaf het septum wordt het richting de linkerkamer getrokken, want die linkerkamer is veel dikker dan de rechterkamer. Dus die overschreeuwt, zeg maar, in elektrisch gezien die rechterkamer. En dus staat die vector ongeveer zo. Nou, het normale gebied is vrij ruim. Dat is namelijk van de min 30. En dat is deze lijn, dus in de richting van AVL, tot aan plus 90 graden. Dit hele groene stuk is het normale gebied voor de hartas. Als je nu wil bepalen wat de hartas is, dan moet je dus kijken naar de verschillende afleidingen.
En het makkelijkste is om te beginnen met afleiding 1 en AVF. Sowieso voor de hartas zijn de voorwaartse afleidingen V1 tot V6 niet van belang. En eigenlijk kom je er bijna altijd uit als je alleen maar kijkt naar 1 AVF en afleiding 2. Nou, je kijkt dan of het elektrische signaal gemiddeld naar die afleiding toe gaat of niet. En zoals we eerder hebben laten zien, of het oppervlakte van het QRS-complex meer boven de basislijn zit dan onder de basislijn. En dan betekent het dat het een positief complex is. En dan gaat het dus gemiddeld in die richting van die afleiding. Ja, afleiding 1 die kijkt dus van de linkerarm naar de rechterarm. Dus die kijkt in het horizontale lijn. Dus zeg maar een oogje vanaf links kijkt. Als het in afleiding 1 het elektrisch signaal positief is, dan zit je dus al links. Sorry, rechts als je naar de patiënt kijkt van deze lijn. Dus in deze kant. Als het vervolgens ook positief is, het signaal in AVF, dan weet je al dat je dat in dit kwadrant zit en dan heb je dus sprake van normale hartas, intermediaire hartas in dit geval, en ben je klaar met het bepalen van de hartas. Een andere mogelijkheid is dat AVF negatief is en 1 positief. Nou, dat wil zeggen dat je in dit kwadrant zit. En AVF is negatief, dus je zit boven de horizontale lijn. En 1 is positief, dus je zit links als je vanuit de patiënt kijkt van het midden. Nou, dan heb je de mogelijkheid dat het een normale hartas is, of horizontale hartas, hier tussen de 0 en de min 30 graden. Of dat het een linker hartas is, tussen de min 30 en de min 90 graden. En wat je daarbij gaat helpen is afleiding 2. Die staat namelijk precies dwars op deze lijn van min 30 graden. En als afleiding 2 positief is, dan wil het zeggen dat je nog in het groene gebied zit. Als afleiding 2 negatief is, dan zit je voorbij de min 30 graden, dus in het rode gebied, het gebied van de linkerhartas. Nou, deze twee zijn de meest voorkomende opties. De andere wat je nog hebt is dat het een rechterhartas is. Dan is AVF positief en afleiding 1 negatief. Dan zit je hier. En dit gebied noemen we een extreme hartas. En dat is vrij zeldzaam. Zie je nog een keer een positief complex. Als je vanaf jouw camera kijkt en het elektrisch signaal komt naar je toe, en dan krijg je een positieve complex, sta je dwars op de richting. En als jij vanuit je afleiding naar het hart kijkt, dan gaat het elektrisch signaal dwars aan jou voorbij. Dan heb je een isoelektrisch complex. Dan gaat alle elektrische energie van je af, dan krijg je een negatief complex. Nou, hier een voorbeeld, je hebt hier een hartas die in het horizontale vlak zich begeeft. Dit noemen we ook een horizontale hartas. Gaat in de richting van afleiding 1 en dwars staat hij op afleiding AVF. Je ziet hier afleiding 1 is positief, afleiding AVF is isoelektrisch. Dat is net zo veel positiviteit als negativiteit. Nu ga ik de hartas draaien. Dan zie je de ECG, de QRS-complexen veranderen. Nu zit ik hier in het gebied van de linkerhartas. Nu is afleiding 1 positief, AVF is negatief en afleiding 2, en dus die aangeeft of je voorbij deze lijn bent of niet, die is ook negatief geworden. En dus nu zie je dat het een linkerhartas is. De andere kant op, een rechterhartas, negatief in 1, positief in AVF. En zo zie je met die drie afleidingen, 1, 2, AVF, kom je er altijd uit. Nou, wanneer krijg je nou een linkerhartas? Dat krijg je bij een linker anterior hemiblok. Je moet je voorstellen dat de linkerbundel die splitst in de voorste bundel, die aan de voorkant van de linkerhartkamer de activatie verzorgt, en de posticus, de achterste bundel, die de achterkant elektrisch voorziet. En als die anticus, die voorste bundel, vertraagd is, en dan activeert de rechterhartkamer, de onderkant van de linkerhartkamer activeert. En als allerlaatste, als die
de rest van het hart al klaar is met activatie, wordt de voorkant van het hart geactiveerd. En het feit dat dat als laatste is en er op dat moment geen andere gebieden van het hart actief zijn, maakt dat die elektrische vector enorm die kant op wordt getrokken en krijg je dus een linkerhartas. Nou, andere oorzaak is een onderwandinfarct, waarbij er gewoon minder elektrische activiteit is aan de onderkant van het hart. Linker ventriculohypertrofie kan gepaard gaan met de linkerhartas, waarbij dus de linker de spierdikte toeneemt en daardoor meer energie naar links gaat. En bij pacemakerritme, waarbij de pacedraad in de rechterhartkamer ligt en vanaf daar het hart activeert, kan je voorstellen dat ook de elektrische activiteit naar boven toe gaat, naar linksboven, en je dus een linkerhartas krijgt. Een rechterhartas meet zelden dan andersom. Bij rechter ventriculohypertrofie, bij rechterkameroverbelasting, waardoor je dilatatie krijgt, zoals bij COPD en chronische longembolieën. Bij een atrium- en ventriculoseptum defect, dat zijn ook coryphitiae die de rechterkamer belasten. En wat heel vaak voorkomt als oorzaak van een rechterhartas, is een draadverwisseling van de linker en de rechterarm. Dus vergeet dat niet. Nou, hier een voorbeeldje. Wat is hier de hartas? Nou, je ziet hier allemaal afleidingen, maar je moet er alleen naar afleiding 1, 2 en AVF kijken en je niet laten afleiden door de rest. Kijk naar afleiding 1, die is positief. Dan kijk je naar afleiding AVF, die is negatief. Dus je zit nu in het kwadrant linksboven tussen de 0 en de min 90 graden. En dan kijk je naar afleiding 2, is die positief of negatief? Afleiding 2 is negatief, dus hier is sprake van een linkerhartas. Ander voorbeeld, kijk naar afleiding 1 en AVF. Afleiding 1 is negatief, afleiding AVF is positief. Dus je zit tussen de plus 90 en plus 180 graden, rechtsonder, een rechterhartas heet dit. De volgende stap is de p-topmorfologie. Eigenlijk is daar de vraag, is er linker of rechter boezemdilatatie? Linker boezemdilatatie geeft dat het elektrische signaal tijdens de P-top van V1 afgaat. En er is veel elektrische signaal wordt veroorzaakt hier in die gedilateerde linker boezem. En dat zie je dat het terminaal negatieve deel van de P-top meer dan een vierkante millimeter is. Bij linkerboezemdilatatie. Bij rechterboezemdilatatie zie je dat de P-top groot wordt in de onderwandsafleidingen. Dus 2, 3 en AVF. En die geven een hoge elektrische uitslag. Namelijk meer dan 2,5 mm is de definitie. Dan is er sprake van rechterboezemdilatatie. Rechterboezemdilatatie heb je met name bij pulmonale hypertensie, zoals bij COPD. Dus bij drukbelasting. Dan krijg je een beetje pulmonale insufficiëntie, een beetje tricuspidalis insufficiëntie en een hoge druk in de boezem. En dan boezemdilatatie, linker atriumdilatatie zie je vaak bij mitralisklep insufficiëntie, bij mitralisklep stenose en bij linker ventriculohypertrofie met verhoogde druk in de linkerboezem. De volgende stap is kijken naar de QRS-morfologie. Dan zijn er eigenlijk 5 subvragen. Dat zijn er pathologische Q-golven? Is er linker of rechter ventriculohypertrofie? Zijn er microvoltages? Zijn er geleidingsproblemen? En is de R-top progressie normaal? De eerste stap, de QRS-morfologie. Dan kijk je, zijn er pathologische Q-golven? Dat wil zeggen, een Q-golf die breder is dan een klein hokje, 0,04 seconden, en dieper dan 1/3 van het totale QRS-complex. Nou, als dat in meer dan 2 aanpalende afleidingen te zien is, bijvoorbeeld van het groepje 2, 3 en AVF in 2 en afleiding 3, dan kan dat een teken zijn van een doorgemaakt hartinfarct. In het geval van 2, 3 AVF zou dat dus een doorgemaakt onderwandinfarct zijn. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat daar geen elektrische activiteit dan meer naartoe gaat. En dus je kan je voorstellen dat een litteken in het hart, zoals bij een hartinfarct, niet elektrisch actief is. Maar als jij dan met jouw elektrische ECG-afleiding op die plaats naar het hart kijkt, dan zie je geen elektrische activiteit meer naar je toe komen, maar alles van je afgaan. En dat is een eenvoudige uitleg.
En je ziet dus een soort elektrisch gat in het hart. En dat is zo'n Q-golf. Volgende vraag is, is er linker of rechter ventrikelhypertrofie? Nou, met name linker ventrikelhypertrofie is daarbij van belang. En dat herken je door grote uitslagen op het ECG. En bij mensen boven de 40 kan je daarvoor het Sokolov-Lyon criterium gebruiken. Waarbij je kijkt naar de diepte van de S en V1. Dus je telt gewoon millimeters vanaf de basislijn, vanaf hier, niet vanaf daar, maar vanaf hier, naar beneden. Dus in dit geval ongeveer 15 millimeter. En dat tel je op bij de R in V5 of V6. Dan mag je de hoogste van de twee uitkiezen. En in dit geval is 10, 20, 27, ongeveer 28 millimeter R-hoogte hier. Tel je op bij die S die je net had gemeten. En als dat meer dan 35 millimeter is, dan is er sprake van linker ventrikelhypertrofie. En waarbij dit dus een voorbeeld daarvan is. Nou, het tegenovergestelde eigenlijk zijn microvoltages, waarbij je hele kleine QRS-uitslagen ziet. Je ziet in dit voorbeeld dat de P-golven, de boezemactiviteit, normaal gevolteerd is, en dat de kamers nauwelijks elektrisch actief zijn. En dat zie je bij mensen die uitgebreide meerdere myocardinfarcten gehad hebben in de ventrikels, of bij infiltratieve ziektes zoals sarcoïdose en amyloïdose. Dan geleidingsproblemen. Als je in het begin hebt gezien dat de QRS meer dan 0,12 seconden, meer dan drie kleine hokjes is, dan moet je nu gaan afvragen, is er sprake van een linker of rechter bundeltakblok? Want dat kan je zien aan de QRS-morfologie. En dan moet je kijken in afleiding V1, dat is de clue. En je moet kijken naar de afleiding die het beste aangeeft of het elektrische signaal uiteindelijk naar links of naar rechts gaat. Je kijkt in afleiding V1, die zit dus rechts van het borstbeen, en kijkt waar de laatste elektrische activiteit naartoe gaat. Normaal raken die linker en die rechterkant van het hart tegelijk geactiveerd, maar als er sprake is van een rechter bundeltakblok bijvoorbeeld, en dan gaat dus het signaal hier naar de HIS-bundel, en dan wordt de linkerbundel geactiveerd. Die rechterbundel die is geblokkeerd, dus het elektrisch signaal gaat dan als laatste hier van cel naar cel naar die rechterhartkamer, die raakt als laatste geactiveerd. Als je dan kijkt in afleiding V1, dan zie je dus de laatste elektrische activiteit naar je toe komen bij een rechterbundeltakblok en zie je dus een positieve uitslag. Dus hier als voorbeeld, je ziet de linkerhartkamer activeren bij een rechterbundeltakblok, maar als laatste zie je de rechterhartkamer geactiveerd worden, waarbij dat dus een tweede piek geeft in afleiding V1. Ja, bij een linkerbundeltakblok is het precies andersom. Dan zie je de rechterhartkamer eventueel eerst nog even geactiveerd worden en dan als laatste elektrische activiteit gaat alle elektrische energie van je af, van afleiding V1 af. Want de linkerhartkamer wordt als laatste geactiveerd. En hier een voorbeeld. Linkerbundeltakblok. Negatief in V1. Rechterbundeltakblok. Positief in V1. Hier ook weer een voorbeeld. Is dit een linker of een rechterbundeltakblok? Kijk dus in het begin niet naar al die andere afleidingen, maar kijk naar V1. Gaat de laatste elektrische activiteit van je af, zoals hier, dan is er een linkerbundeltakblok. En laat je ook niet verwarren door de T-golf. Hier een ander voorbeeld. Kijk in V1. De laatste elektrische activiteit komt naar je toe. Dus hier is sprake van een rechterbundeltakblok. Nou, de volgende stap is kijken naar de R-top-progressie. Nou, de R-top-progressie, dat gaat erom dat de R-top in de voorwaartse afleidingen steeds groter wordt. Hè. Als je die linkerhartkamer, die energie die gaat naar richting het linkerbeen, zeg maar, dan gaat het van V1 af. En in V1 zie je normaal dus een heel klein, of soms zelfs bijna geen R-topje. En hoe verder je
naar V6 toe gaat, hoe groter die R-top wordt. En het complex waarbij de R-top even hoog is als de R-top, S-top, dat is het omslagpunt, en dat heet het transitiecomplex. Nou, normaal zit dat tussen V3 en V4. Als het de R-top progressie vertraagd is, dan is dat later, bijvoorbeeld pas bij V5. Dat is pas bij V5 de R-top even groot als de S. En dat noem je dus vertraagde R-top progressie of clockwise rotation. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij een linker anterior hemiblok of bij een doorgemaakte antroposeptaal infarct. Maar het is een heel ongevoelig criterium daarvoor, dus het wordt in de praktijk niet veel gebruikt, maar staat wel vaak boven de computerbeoordeling van het ECG. De laatste stap van de 7 stappen is het kijken naar de ST-morfologie. En dat is een belangrijke stap, want in die ST-morfologie, het ST-segment en de T-top, kan je een acute hartinfarct herkennen. Maar er zijn ook heel veel andere afwijkingen, zoals elektrolytstoornissen, neurologische problemen, medicatie, die veranderingen geven in het ST-segment. En waarom krijg je nou bij een hartinfarct veranderingen? Ik ken nog de plaatjes uit het begin, waarbij de actiepotentiaal ziet in gezond weefsel, waarbij het verspreid over het hart hetzelfde is en je dus tijdens het ST-segment geen elektrische stroom zich verplaatst. En als er nou een hartinfarct ontstaat, dan zie je dat er in het gezonde gebied de actiepotentialen nog overeind blijven, maar dat je in het zieke gebied de actiepotentiaal minder sterk wordt. En daardoor krijg je een stroompje tijdens de repolarisatiefase van het gezonde weefsel naar het zieke weefsel. En dat uit zich op het oppervlakte ECG als ST-elevatie. En een hartinfarct ontstaat doordat er een kransslagader van het hart afgesloten raakt. Dus je hebt verschillende kransslagvaten, de rechter coronaire arterie en de linker coronaire arterie, die eerst een hoofdstam heeft en dan splitst in de LAD, de left anterior descending slagader, en de RCX, de circumflex, de ramus circumflexus. En afhankelijk van welk vat afgesloten is, zie je ook afwijking op het ECG. En hier zie je een voorbeeld waarbij heel evident de ST-elevatie het afgesloten kransslagvat aanwijst. En je ziet hier enorme ST-elevatie in afleiding V1 tot V5. En we hadden in het begin gezien dat dat afleidingen zijn die aan de voorwand van de linkerhartkamer kijken. En dit is dus een voorwandinfarct, waarbij je ook reciproke depressie hebt vanuit in de onderwandsafleidingen 2, 3 en AVF. En daar zie je de ST-depressie, omdat je in die voorwand ST-elevatie hebt. En die reciproke depressie, dus in het tegenoverliggende gebied ST-depressie, is heel kenmerkend voor een acuut myocardinfarct. En hier een voorbeeld van de patiënt van de TCG. Dit zijn de kransslagvaten die zijn opgespoten met een katheter die in de hoofdstam hier ligt. Er wordt contrast ingespoten. Je ziet de circumflex is mooi open en de LAD is hier afgesloten. En na dotterbehandeling is het vat weer open. En zie je vaak ook, als dat snel gebeurt, dat die ECG-afwijkingen weer bijtrekken. En dan de T-top, de normale T-top, die gaat over het algemeen in dezelfde richting als het QRS-complex. Dat betekent dat je dus over het algemeen positieve T-toppen hebt, behalve in afleiding AVR en V1. En in afleiding 3 mag de T-top ook negatief zijn. Er zijn nog veel mogelijke afwijkingen aan de T-top. Sommige daarvan die zijn specifiek, die passen bij een bepaalde
diagnose. Zoals bij hyperkaliëmie, dan krijg je hoge spitse T-toppen. Je hebt een repolarisatievariant, dus een beetje ST-elevatie, zonder dat er sprake is van klachten of ischemie. En het is een normale variant van het ST-segment, hoewel dat wel onder discussie is de laatste jaren. Dan heb je ischemie, dus een doorgemaakt myocardinfarct kan in de dagen na het infarct een symmetrisch negatieve T-top geven. Je hebt een strainpatroon, zoals bij linkerventrikelhypertrofie, waarbij je een beetje een downsloping ST-depressie hebt met een negatieve of bifasische T-top aan het einde, als onderdeel van de linkerventrikelhypertrofie. En dan heb je bijvoorbeeld bij lange QT-syndroom het verlengde QT-interval. Je hebt ook allemaal non-specifieke T-top-afwijkingen, waarbij de T-top vlak is, of bifasisch, of gekke vormen heeft. Ja, dat zijn niet specifieke afwijkingen en die kunnen heel veel verschillende oorzaken hebben, waarbij het niet, vaak niet makkelijk is om de oorzaak in dit geval aan te wijzen. Maar het kan ook bij hyperventilatie, beginnende linkerventrikelhypertrofie, een beetje ischemie, kan daar een aanwijzing voor zijn. En soms helpt het dan heel erg om een tijdje later een nieuw ECG te maken, bijvoorbeeld bij iemand met klachten van pijn op de borst. Een half uur later het ECG te herhalen. Als de T-toppen dan veranderen, is dat een extra aanwijzing voor een acute oorzaak voor de ECG-afwijkingen en dus voor ischemie in dat geval. Ja, dan komen we meteen bij het volgende punt. Dus je hebt nu het ECG systematisch doorlopen. En nu is de belangrijke volgende stap om het te vergelijken met het oude ECG. Want het maakt heel veel uit of er bijvoorbeeld een nieuw linkerbundeltakblok is of dat dat al 10 jaar aanwezig was. Een nieuw linkerbundeltakblok kan een reden zijn om acuut naar de hartkatheterisatie te gaan, om te dotteren als iemand pijn op de borst heeft en gisteren nog geen linkerbundeltakblok had. Maar als het iemand is die geen duidelijke klachten heeft en al 10 jaar een linkerbundeltakblok, dan is dat misschien het verkeerde beleid. Als er een asdraai is, is dat misschien een aanwijzing voor een nieuw probleem. Nieuwe pathologische Q-golven. En dat kan zijn dat als je dat 1 jaar geleden niet had, dat het in de afgelopen jaren een hartinfarct heeft doorgemaakt, die patiënt. En dat kan dus van belang zijn. En de echtophoogte, afname van de echtophoogte, kan ook een teken zijn van ischemie. En, daar, en dat soort dingen die misschien ieder voor zich niet afwijkend zijn, kunnen toch in het kader van een verandering maken dat het beleid beïnvloed wordt. Ja, en als laatste stap moet je altijd een conclusie proberen te trekken. Dus schrijf in de status liefst niet een opsomming van alle afwijkingen, maar probeer ook aan het einde een conclusie te trekken met iets waar je wat mee kan. En durf ook gewoon te zeggen, als het een normaal ECG is, als je al deze 7 stappen bent doorlopen en je hebt nergens in al die stappen een afwijking gezien, dan mag je met een gerust hart opschrijven, het is een normaal ECG. Dat wil niet zeggen dat die patiënt geen hartinfarct heeft of dat er niet iets aan de hand is, maar in ieder geval uit het zich niet op het ECG. En als je deze stappen systematisch hebt doorlopen, dan kan je die conclusie zeggen. En dan misschien is dat ook hetgene wat je het vaakst zult doen bij de ECG's die je beoordeelt. Dat was het. Uiteraard een hele basale introductie tot het ECG. Op www.ecgpedia.org staan ook PowerPoint-presentaties van meer gevorderde onderwerpen, afwijkende ECG's, dus hoe herken ik een hartinfarct, hoe herken ik elektrolytstoornissen, hoe herken ik ritmestoornissen. Op de website vind je ook het zakkaartje, dat kan je printen daar als pdfje of je kan het bestellen in gedrukte vorm en bij je dragen om, als hulpmiddel in de praktijk. Als je vragen hebt over deze cursus, dan kan je mij mailen op dejong@cardionetworks.org. Bedankt voor de aandacht.